Ik constateerde zojuist dat u heel erg aan het smadderen en het slingeren bent met deze mooie auto. Ja, klopt inderdaad. Mag ik vragen, heeft u alcohol gedronken? Dus nee, helemaal niet. Maar fijn dat u de mooie auto vindt, vinden wij ook. En we zijn nogal enthousiast, want we hebben de auto in de vorige eeuw beletterd. En daarom bent u zo slim. Dus we zijn een beetje euforisch over het moment. We zijn euforisch. Nou, genoeg stoffen verder te praten. Zou u allebei willen uitstappen en de motor uitzetten? Ja. Ja, heel fijn. Eerst veiligheid, maar dat is waar. Je kunt daarheen meelopen. Michel en Rolf, dat is wat. Daar zitten we dan op een mooie staattafel voor jullie prachtige bedrijf. 25 jaar bestaan jullie. Als ik uitreken, dan kom ik uit op oktober 1989. Dan zit je aardig goed. Klopt. Zit ik aardig goed, hè? Ja. Ik heb begrepen dat jullie in een paardenstal begonnen zijn. Was dat hier ook? Nee, dit is de zwijnenstal. Dit is de zwijnenstal, dat is nu geworden. We zijn begonnen in een paardenstal. En dat is een putten. En daar is Text aan gestart. Wat doen jullie allemaal? Ja, wat doen we allemaal? Dat gaat heel breed, van autoreclame naar reclameborden, voetcollen, lichtreclames, neon. Tegenwoordig heel veel interieur. Dus complete wanden, voetcollen, voorzien foto's, frames. Wat dat betreft is het heel erg verschoven. Zijn we ook heel erg bezig met interieuradvies zelfs geven, als je niet uitkijkt. Dus ja, we zijn heel breed. We doen echt alles van A tot Z. We beginnen aan de buitenkant en we gaan naar de binnenkant verder. En jullie denken steeds met iedereen mee? Ja. Wat is nou de tekstlijn? Ontzorgen, klantgericht werken. Weet je, we hebben nog klanten van de eerste uur, 25 jaar. Die zijn er nog gewoon. En daar doe je het voor, ontzorgen. Ja. En snel reageren en creatief bezig zijn. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is. Maar dat ontzorgen, hoe ver gaat dat? Stel nou, ik heb een auto, die is prachtig bestickerd. Ik heb de volgende dag heb ik een beurs. Dat is belangrijk dat die auto er staat. Ik parkeer, ik rijd langs een paaltje. Die bestikkering die valt er half af. Daar gaat een gore kras op. Nou, is het bij ons geplakt dan? Nee, het is niet. Nee, helemaal niet bij jullie geplakt. Tuurlijk niet. Maar die sticker is stuk. Die bestikkering is kapot. Nou, is het 5 voor 6? Oh, ja. Dat is vroeg. En ik denk, ja, om 6 uur gaat het dicht. Ik bel jullie. Einde dag. Ja. Wat gebeurt er dan? Geen probleem. Nee, dat is. Ik hoor wel eens in de wandelgangen dat er bedrijven zijn die zeggen: nou, deze klus, die kan alleen tekstlijn nog maar doen. He, want er is gewoon eigenlijk te weinig tijd. Eigenlijk is het niet mogelijk. En dan wordt er wel eens gezegd: nou, dan moet je gewoon tekstlijn bellen. En dan komt, dus dat is wel een beetje teken aan de wand, denk ik. Dat we wel ook een beetje een gek bedrijf zijn. En de deadline, eigenlijk inderdaad de zorg overnemen. Dan zag ik ook, ik heb dat nog nooit gezien moet ik zeggen, maar misschien ligt dat bij Woodprint. Ja. Dus op hout, op een hele houten tuinbank, een Chesterfield-achtig patroon. Wat er waanzinnig uitziet. Mooi. Ja, dat is. Wat is dat? Woodprint is ontstaan door een aanvraag vanuit Spakenburg, bakkerij het Stoepje. Een nieuwe bakkersformule hadden ze, of hebben ze. Dat is Le Perron en ze zochten daar nog een authentieke achterwand voor. En je komt normaal niet binnen die club. Ze hebben hun eigen netwerk, hun eigen signmakers. Maar dat mochten we wel bedenken. Dus het was een open vraag. Toen zijn we eigenlijk met hout. We hebben machines staan die in principe op alle vaste vlak onderdelen kunnen printen. Dus op staal, op kunststof, op glas, dat maakt allemaal niet uit. Maar toen hadden we zoiets, dat moet ook hout kunnen zijn. En toen zijn we dus een wand gaan bedenken op hout. Dus het zijn latten
Maar je gaat dan echt experimenteren. Dus we laten erom dat ding en kijken hoe het werkt. En, ja, wat is de hechting? We zijn wel gewaarschuwd dat het niet ongevaarlijk is. Omdat die koppen zijn erg gevoelig. Ja. En er zijn er ook een paar gesneuveld in het begin. Maar we hebben het aardig nu onder controle. En zo is Woodprint ontstaan. Welke specialismen hebben jullie nog meer? Specialismen car wrappen. Auto lettering. Dat is het met folie bekleden, hè? Ja. 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 Ja, dat is een van de dingen die we doen. Maar de lichtreclame is ook een specialisme die we al 25 jaar hanteren. Dus we maken onze eigen constructies. We werken nog met neon. En zag je ook net allemaal personeel aankomen? Ja, en ik zag ook dat er een paar te laat kwamen. Je zei, hé, daar komt er een. Het is 5:08. Ik zou je kantoortje hier... We hebben niet gespierd. Ja. Is het nou een project waar jullie heel erg trots op zijn? Wat ik wel weer heel gaaf... vond, en dat is vorig jaar eigenlijk geweest, dat is voor Pek Zwolle. Daar hebben we de hele routing verzorgd op het hele terrein, het stadion. Maar ook een enorme zuil geplaatst van 10 meter hoog bij 2,5. Ik zeg een woord en jullie reageren erop. Okay. Textline. 25 jaar. Als ik zeg trots. Trots ben ik op mijn mensen. De jongens en meiden moet ik zeggen. Die werken in een bedrijf waar heel veel gebeurt. Dus een hectische omgeving. Zonder die mensen is Textline er niet. Dat probeer ik ze ook altijd uit te leggen. Wij kunnen prachtige verhalen bedenken en producten verzinnen. Maar als daar niemand staat, dan gebeurt er ook niks. Dus je doet het samen. Dus wat dat betreft, chapeau voor het team. De afgelopen 25 jaar zijn ze snel voorbij gegaan. Heel snel. Ja. Maar nog 25 erbij. Kom. Daar gaan we voor. Dat is gelijk de vraag. De komende 25 jaar. De grootste uitdaging voor de toekomst is niet direct meer klanten binnen te halen. Maar het huidige klantenbestand, dus de huidige relaties, beter te informeren en breder te gaan bedienen. Daar ligt een hele grote uitdaging. Ik durf te zeggen dat we een heel groot gedeelte, misschien 20% Textline benut. Hè? Terwijl er veel meer dingen zijn die we voor ze kunnen doen. Jullie gaan ook iets met video doen, hè? Ja, video is natuurlijk ook veel meer emotie. Ja. Er zit geluid bij, beweging bij. Ja, en dat, daar willen wij ook gewoon in meegaan. Omdat die vraag gewoon groeit. En dat hebben we gevonden in de vorm van filmmakers. Maar eerlijk wezen, je kan niet zomaar in video gaan als je er geen verstand van hebt. Dus dat valt of staat met iemand die weet waar het over gaat. Nou, die samenwerking zijn we aangegaan met Bob. Nou, we hebben een prachtige start zo gemaakt. Ja. Dus een volle portefeuille de komende 25 jaar. Alleen al in de creativiteit en de ontwikkeling. Heerlijk. Rolf, heb jij nog wat tegen Michel te zeggen op deze belangrijke moment van 25 jaar? Iets persoonlijks. Want ik weet dat jullie zakelijke privé altijd enorm gescheiden houden. Maar misschien kunnen we daar nu nog één keer een uitzondering in maken. Nou, kijk, wat ik wel trots geldt natuurlijk ook naar hem toe. Ja, keiharde werken. Alles gaat opzij. Voor Textline. Hij ademt Textline. Dat is zo duidelijk. Niet 100% vertrouwen, maar 1000% vertrouwen. Zeker. Echt. En inspiratiedag, dat is eigenlijk... dat is Rolf, inspiratie. Eén en al inspiratie. Creativiteit. Vooruitziende blik. Hele grote mond. Heel klein hatje. Niet uit mijn leven te denken. Allebei heel mooi. En volgens mij, wat jullie allebei naar elkaar uitspreken, de meest mooie basis om de volgende 25 jaar met heel veel succes, plezier, creativiteit en inventiviteit tegemoet te gaan. Ik vind het wel een uitdaging al 25 jaar. Ja, joh, je moet hoog inzetten. Heel erg, gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Ja, je moet hoog inzetten. Dat doe je altijd. Oké, super.